Goed, je hebt misschien jouw producten al gevonden, je hebt al fabrikanten gecontacteerd of je bent nog belang niet bezig, maar je wil jezelf goed voorbereiden vooraleer je aan het proces begint, het proces van online verkopen. En je hoort van alles en nog wat rond verzending. Hoe ga ik mijn producten verzenden vanuit China of vanuit een of ander land buiten de EU naar jezelf, naar de warehouse van Bol, naar de warehouse van Amazon. En je hebt al gehoord over incoterms of incoterms, maar je weet niet goed hoe dat zit. Wel, deze video gaat dat allemaal een beetje uitklaren, zodat jij weet wat je moet afspreken met jouw forwarder of fabrikant. Laten we van start gaan. Goed, nu een eerste onderscheid dat ik wil maken is natuurlijk het verschil tussen een kleine bestelling, of het nu om een sample gaat, of het om een tiental, twintigtal samples gaat dat je wilt testen. In dat geval gaat het meestal niet mogelijk zijn om gebruik te gaan maken van een forwarder of om de goederen via schip of trein te gaan verschepen. Je gaat daar gewoon gebruik maken van de mogelijkheid die de fabrikant aanbiedt en dat is meestal Air Express. Dus daar gaan we niet naar omkijken. Ik wil het vandaag hebben vooral over die verzendingen van een paar honderd euro of richting de 1000, 2000 euro en meer. Belangrijk daarbij is om eerst en vooral te gaan beslissen of je gebruik wilt maken van de fabrikant of tenminste van de forwarder van de fabrikant. Zoals we weten, een forwarder is een bedrijf dat de verzending voor jou regelt. De verzending van jouw goederen vanuit China naar België, Nederland of naar de warehouse van Bol, Amazon of een externe fulfillment. Kortom, van bij jouw fabrikant tot de eindbestemming in eigen land. Of het nu een fulfillment center is of jezelf. En daarbij is het belangrijk om prijzen te gaan vergelijken. Want een fabrikant die werkt meestal samen met een eigen forwarder, een vaste forwarder waarmee dat zij alle verzendingen regelen voor al hun klanten die daar gebruik van willen maken. Maar soms is die prijs voor verzending niet interessant ten opzichte van andere forwarders. En het is daarom belangrijk om een vergelijking te gaan maken van die verzendkosten. En daarvoor ga je dan andere forwarders gaan contacteren op Alibaba of zelfs via Google kan je forwarders vinden, waarbij zij de specificaties van jouw producten vragen, het aantal, de omvang, het gewicht, en zij terugkomen met een prijsofferte. En op die manier kan je dus alle prijzen gaan vergelijken, als ook gaan leggen naast de prijs die de forwarder van jouw fabrikant voorlegt. En dan kan je nog beslissen om wel of niet met die forwarder van de fabrikant in zee te gaan, om een leuke woordenspeling te gebruiken. Nu, als je die beslissing gaat nemen voor een bepaalde forwarder, is het belangrijk om duidelijk te maken naar die forwarder of naar de fabrikant toe onder welke incoterms jij wil gaan verzenden. En incoterms of incotermen, zoals we ook wel zeggen, is een begrip dat heel gekend is in de wereld van logistiek. Ik ben zelf zeker geen expert, maar ik weet wel min of meer het onderscheid tussen de voornaamste incotermen die relevant zijn voor ons als online verkopers. Nu, wat zijn incotermen feitelijk? Wel, incotermen slagen eigenlijk op de verantwoordelijkheid die de forwarder of eigenlijk het verschepingsbedrijf of zelfs jouw fabrikant heeft ten opzichte van jou. Nu, als je even googelt naar incotermen, ga je een mooi overzicht vinden in afbeeldingen, schematische overzichten van welke verantwoordelijkheid slaagt bij welke incoterm. Dus waar de verantwoordelijkheid ligt ten opzichte van jou, ten opzichte van de fabrikant, ten opzichte van de forwarder, als je voor een bepaalde incoterm kiest. Ik ga me in deze video enkel beperken tot de incotermen, de voornaamste incotermen. En dat zijn de incotermen die ik zelf tot op vandaag alleen maar heb gebruikt. Er zijn andere incotermen die slagen bijvoorbeeld op de verantwoordelijkheid van de forwarder tot aan de haven in jouw eigen land. Dus ik woon hier in Antwerpen. Je kan bijvoorbeeld zeggen dat de forwarder de goederen levert in de haven van Antwerpen en dat je dat zelf dan gaat halen. Dat heb ik zelf tot op vandaag nog nooit gedaan en ik plan het ook niet te doen. En ik zal ook later in deze video toelichten waarom het belangrijk is om andere incotermen te gaan gebruiken. Maar ik ga me beperken tot deze vier incotermen, namelijk Ex-Works, FOB, DDU of DAP en DDP. Nu, allereerst,
FOB en Ex-Works, ik ga ze een beetje door elkaar halen. Je zal ook merken dat wanneer je fabrikanten contacteert, dat zij vaak die twee incotermen gebruiken wanneer ze een offerte naar jou sturen. En ik zie die termen ook puur als de ruwe productkost eigenlijk. Om te beginnen hebben we Ex-Works of EXW. En dat slaagt eigenlijk op het feit dat de fabrikant de goederen produceert en die producten zijn klaar om opgehaald te worden. En daar eindigt de verantwoordelijkheid van de fabrikant. Dus daarom dat je vaak in prijsoffertes van fabrikanten op Alibaba of zelfs op andere platforms gaat zien dat die EXW eigenlijk puur de productkost is. Jij moet dan nog de verzending gaan regelen van bij die fabrikant tot bij jou of tot bij het fulfillment center naar jouw keuze. Daarnaast hebben we FOB. En FOB is zo goed als gelijk aan Ex-Works, buiten dat daar eigenlijk nog de verzending van de fabrikant tot aan de dichtbijzijnde haven mee in zit eigenlijk. En waarom zeg ik dat ik vaak die termen door elkaar gebruik, of waarom dat fabrikanten die zelfs door elkaar gebruiken, is omdat de kost van jouw goederen om ze van de fabrikant naar de dichtbijzijnde haven, en dat is dan, ik ga ervan uit dat we het over China hebben, dat die kost heel, heel laag is. Of het nu $10 is, $20, $30. Het is een relatief kleine kost, zeker als je het over bestellingen hebt van een paar duizend euro. Dus vandaar het EXW en FOB, Free On Board, dat ik die vaak samen neem en als één incoterm beschouw. Maar het onderscheid ligt hem echt op de verzending van de fabrikant tot aan de dichtbijzijnde haven. En daar stopt eigenlijk de verantwoordelijkheid van de fabrikant. Dat zijn eigenlijk incotermen die voornamelijk gaan gebruikt worden door een fabrikant. Nu, als die fabrikant gebruik gaat gaan maken van een forwarder, of jij gaat gebruik gaan maken van een forwarder, en je wil dat hij de verzending gaat regelen vanuit China of van bij de fabrikant tot aan jouw deur, dan gaan we naar andere incotermen gaan kijken. En daarbij is er een onderscheid tussen twee voornamelijke incotermen. Enerzijds hebben we DDU of DAP, en eigenlijk moeten we een DAP zeggen. DDU staat voor Delivery Duties Unpaid. DAP staat voor Delivery at Place. En ze slagen allebei op hetzelfde, maar DDU is eigenlijk een oude term, een oude incoterm die vandaag de dag zo goed als niet meer wordt gebruikt. Ik gebruik het zelf al nog soms. Maar DAP is dus wel de term. Delivery at place, wat houdt die term eigenlijk in? Wel, als je die term afspreekt, als je onder die incoterm een contract of een overeenkomst maakt met de forwarder of de fabrikant, dan zijn zij verantwoordelijk om jouw goederen tot aan jouw deur te brengen. Maar de invoerkosten zijn voor jou. Nu, hoe zit dat concreet in elkaar? Wel, zij gaan hun logistiek proces opzetten. Zij gaan jouw goederen versturen, of het nu per trein is, per boot, per vliegtuig. Zij regelen de verzending tot aan jouw deur. Maar je moet weten, op het moment dat goederen over de Europese grens komen, dan worden er invoerkosten betaald. Of dan moeten er invoerkosten betaald worden. En we hebben het over invoerrechten, inklaringskosten en BTW. En daarbij is BTW, dat wil ik erbij zeggen, BTW is eigenlijk de voornaamste factor, want dat is 21% van de aankoopprijs van jouw goederen. En dus de prijs die jij aan jouw fabrikant hebt betaald. En dus in het geval van DAP worden jouw goederen aan jouw deur gebracht. Of het nu jouw deur is, of het nu LVB is, een warehouse. Ze worden in eigen land gebracht aan de bestemming dat jij had doorgegeven aan jouw forwarder of de fabrikant. Jij gaat achteraf dan, dat hangt volledig af van de courierdienst waarmee ze hebben samengewerkt binnen België of Nederland. Dat kan TNT zijn, dat kan FedEx zijn, dat kan DHL zijn, UPS. Dat zijn zowat de voornaamste courierdiensten. Jij gaat dan eigenlijk een factuur nog ontvangen. Soms is dat net voordat je de goederen ontvangt. En dan moet je dat betalen zodat zij de goederen kunnen loslaten. En dat de douane eigenlijk jouw goederen loslaat en laat leveren aan jouw deur. Of de factuur volgt achteraf. Dus het zou goed kunnen dat je jouw goederen al ontvangt en dat je achteraf nog een factuur krijgt van UPS, TNT enzovoort. Het is belangrijk dat je die factuur natuurlijk betaalt en die factuur gaat ook in jouw boekhouding. Je gaat ook merken, in mijn geval bijvoorbeeld, houden die facturen meestal de inklaringskosten. Dat zijn eigenlijk een soort van administratiekost.
varieert tussen de 15 euro en de 30, 35 euro. Tenminste voor mijn verzendingen tot op vandaag. En daar komt dan de BTW bij. En die BTW is dan eigenlijk 21% van jouw productprijs. De kostprijs dat jij betaalt aan de fabrikant zonder de verzending. Meestal komt dat overeen met 21% van het bedrag dat je wel degelijk hebt betaald. Maar in sommige gevallen gebruikt de douane een soort van statistisch bepaalde waarden. Ik ga er niet dieper op in. Maar die waarde komt meestal ongeveer overeen met wat jij hebt betaald. En dus dan ga je 21% betalen plus die inklaringskosten. En dat, ja, je kan het gemakkelijk uitrekenen. Dat varieert soms van een paar honderd euro tot 1000 euro, als niet meer. Je betaalt die, niet vergeten, de BTW dat je betaalt, ga je bij de kwartaalaangifte, bij de omzetbelasting, terugkrijgen. Dus het is een bedrag dat je vooraf betaalt, maar achteraf terugkrijgt of kan aftrekken van de te betalen BTW. Sorry als het wat complex klinkt. In het geval van Nederland kan je wel een bepaald artikel gaan aanvragen. Dat is artikel 23. En dan hoef je die BTW niet te betalen. In België hebben we ook iets analoogs. Ik heb het zelf tot op vandaag nog niet aangevraagd. Maar ik weet wel dat het mogelijk is om een soort van vrijstelling van BTW bij invoer aan te vragen. Dat is natuurlijk heel handig voor cashflow. En van cashflow gesproken mag je zeker ook eens gaan kijken naar mijn vorige video. Daar heb ik het geld over, cashflow. Maar dat laat wel toe om dus eigenlijk geld te besparen of geld te hebben om in nieuwe voorraad of in andere kosten te gaan steken. Goed, DAP. Dus dat is DAP. Jij betaalt zelf nog de invoerkosten. En dan tenslotte hebben we DDP en dat staat voor Delivery Duties Paid. En zoals het woord het zelf zegt, de invoerkosten worden al betaald door de forwarder, door de fabrikant. Dus in principe, als de fabrikant zich houdt aan die afspraak, dan ga je achteraf geen factuur meer krijgen. Dus de forwarder betaalt invoerrechten, alle kosten die bij de import van die goederen komt kijken. Dat is in veel gevallen niet zo interessant, want dan kan je de BTW niet terugtrekken. Je gaat dan meer betalen, omdat zij die invoerkosten eigenlijk betalen, maar je kan de BTW niet terugtrekken. En daarom is het altijd belangrijk om de vergelijking te maken voor de kost voor DDP versus DAP. En dan komen we eigenlijk tot de vraag van, ja, wat is nu de beste term om te gebruiken? En wat ik altijd zeg als ik die vraag krijg, is DAP. Dat jij nog instaat voor de invoerkosten. Gewoon omdat dat in heel veel gevallen de interessantste keuze is en de goedkoopste optie. Ondanks dat je BTW op voorhand wel gaat moeten betalen, die je dan achteraf terugtrekt. Maar in heel unieke gevallen is het soms interessanter om toch voor DDP te gaan. Ik heb al een paar keer gehad dat de verzending via trein werd geregeld. En dus dat mijn goederen via de trein tot in Europa toekwamen. En waarbij het interessanter was om DDP te kiezen in plaats van DAP. Waar dit precies aan ligt, kan ik niet echt toelichten, maar ik geloof dat het een kwestie is van dat zo'n container, dat het interessanter was om een container te vullen op die trein en dat die kosten daarom zo laag waren. Dus als je afspraken maakt met de fabrikant of met de forwarder, zie dat je de correcte incoterms afspreekt. En deze video zou in principe een beeld moeten hebben gevormd voor jullie om te weten welke incoterm wat betekent. Ik hoop van harte dat jullie hier wat aan hebben gehad. Als dat het geval is, natuurlijk altijd die like-knop aanvinken. Abonneer je als je op de hoogte wil blijven van nieuwe video's. Klik op de belnotificatie, dan krijg je een melding als er een nieuwe video komt. En als jullie nog suggesties hebben voor videocontent, dingen die jullie graag zouden willen weten, laat het mij weten in de reacties. Je mag me gerust ook contacteren. En verder dan dat wens ik jullie een prachtige avond toe nog. Heel veel succes met jullie business en ik zie jullie super graag terug in een volgende video. Tot de volgende!